Eens de homeopathische moedertinctuur of de eerste vloeibare verdunning verkregen is, gaat men de verdunning opbouwen. Hiervoor neemt men 1/100ste van de moedertinctuur dat men verdunt in 99/100ste hydroalcoholische oplossing. Nadien wordt de mengeling krachtig machinaal geschud. Dit proces heet potentiëring. Zo verkrijgt men een 1 CH oplossing. Dit type bewerking wordt dan bijvoorbeeld 30 keer herhaald om een 30 CH oplossing te krijgen. De verdunningen worden aangemaakt onder toestellen met laminaire luchtstroom, wat zorgt voor een extreem pure werkomgeving.